Dag, dames en heren. Onlangs sprak ik in deze studio met Taline Melconian over de specifieke fiscale aspecten voor wie naar Frankrijk verhuist of er vastgoed wil verwerven. De Grof Peterkam heeft daar een specifieke dienstverlening voor uitgewerkt onder de noemer Belgian French Desk. En daar ga ik vandaag over praten met Mark van de Vloed. Dag, Mark, welkom. Goedemorgen, Pierre. Vertel eens, Mark, die Belgian French Desk, wat houdt dat eigenlijk precies in? Wel, het gaat over een team van private bankers. En experts met een heel ruime ervaring in het begeleiden van cliënten die geconfronteerd worden met grensoverschrijdende problematiek. Het team staat ter beschikking, enerzijds van Fransen die zich in België zijn komen vestigen, maar ook van Belgen eh, die een of ander aanknopingspunt in Frankrijk hebben. Aanknopingspunt dat het gevolg kan zijn van een financieel belang, bijvoorbeeld in een Frans bedrijf, vastgoed aangehouden in het buitenland, maar het kan ook het gevolg zijn van de evolutie van de familiale situatie, bijvoorbeeld één of meerdere kinderen die zich in het buitenland zijn gaan installeren. Wat is de eerste stap, hoe komen die cliënten bij de Belgian French Desk terecht? Wel, het eerste aanspreekpunt is altijd het contact met de private banker, een gespecialiseerde private banker die die cliënten al maar lang hun vragen in contact zal brengen met de juiste experten, zij het kredietanalisten, vermogensbeheerders of de juridisch-fiscale experts. En welke dienstverlening hebben jullie dan voor die cliënten die een grensoverschrijdende problematiek hebben? Wel, belangrijk is dat het in alle gevallen gaat om een uh, oplossing of dienstverlening op maat, bestaande enerzijds uit een uh, vermogensbeheer aangepast aan de fiscaal-juridische contraintes. Waarmee de cliënten worden geconfronteerd, een aangepast kredietaanbod en uiteraard een fiscaal-juridische begeleiding bij de vermogensplanning. Ja, vermogensplanning en structurering, dat is werk voor experts uiteraard. Wat zijn vragen waar jullie vaak mee worden geconfronteerd? Wel, vaak voorkomend zijn vragen euh, naar begeleiding bij de aankoop. Van een tweede verblijf in Frankrijk. Vragen zoals uh, hoe moet ik aankopen? Heeft het zin om uh, dat te doen via bijvoorbeeld een Franse vastgoedvernootschap? Hoe kan ik mijn kinderen betrekken bij de aankoop? Wat zijn de fiscale consequenties van het bezit van dat onroerend goed? Anderzijds zijn er ook de klassieke planningsvragen bijvoorbeeld van ouders die een schenking bent te organiseren en waarbij een of meerdere van de kinderen in het buitenland wonen. Ja, naast meer punctuele vragen zal ik maar zeggen: verzorgen jullie ook algemene vermogensplanning? Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, bij die algemene of globale vermogensplanning gaan we altijd starten met het opmaken van een inventaris, inventaris van de familiale situatie en van de vermogenssituatie. Op basis daarvan en uitgaande van de wensen en de doelstellingen van de cliënt gaan we een analyse maken en gaan we voorstellen uitwerken. Belangrijk is dat we bij de implementatie of de praktijk brengen van die voorstellen altijd nauw gaan samenwerken met de externe raadgevers van onze cliënten, zij het de advocaat, de notaris en of de accountant. Nu, we weten allemaal dat de regelgeving zowel in België als in Frankrijk geregeld is, verandert. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Wel, inderdaad, de fiscaal-juridische context wijzigt regelmatig in beide landen. Maar anderzijds kan ook de familiale situatie van de cliënt wijzigen. Zijn vermogenssituatie, zijn doelstellingen kunnen door. Verloop van jaren uh, wijzigen. En daarom is het belangrijk op regelmatige tijdstippen het uitgewerkte plan of de uitgewerkte planning te gaan herevalueren. Maar ook voor jullie team is dat natuurlijk een uitdaging, op de hoogte blijven van wat er verandert in beide landen. Hoe houden jullie de kennis van die teams up-to-date? Dat klopt. Het up-to-date houden van de kennis is essentieel in deze. En Een belangrijke troef van de expertisecel ligt erin dat er teams zijn aan beide kanten van de grens. En die teams gaan heel nauw samenwerken en gaan op regelmatige tijdstippen informatie uitwisselen met elkaar over de gewijzigde actualiteit. Mark van der Vloet, dank voor dit gesprek. Dank u wel. En u dames en heren, bedankt voor het kijken. Wil u nog meer informatie over de Belgian French Desk, dan kan u terecht op de website van de Groof Peterkam. En die bereikt u uiteraard zowel vanuit Vlaanderen als vanuit Frankrijk. Nog een fijne dag.